Deze beschouwing. die is naar aanleiding van een vraag. die ik kreeg van een kijkeraar. En die vraag die luidde. kan je wat vertellen over de hel? En dit, die vraag is mij gesteld. het is alweer een aantal weken geleden. Want ik. Ik wist er toen niet echt veel van. Nee, ik vond dus dat ik er eerst in moest verdiepen. Dat. Ik nam dat serieus, in elk geval. En uh, even voor jullie ter inval. Ik vind het hartstikke leuk als ik een reactie krijg. Ook al vind je iets uh, hartstikke k, maakt me ook niet uit. Het feit dat je de moeite neemt om uh, ja, even type de type de type en dan op reply te drukken. daar uh, vind ik hartstikke leuk. En wat ik ook erg op prijs stel, is als je een, een share doet. Als dus het deelt. De, als je een, een Facebook-account hebt of zo, hè, dat je dan share doet naar Facebook. Ik kan het zien, hè. Ik kan zien hoe vaak ik geshared word. Ik heb mij voorgenomen om elke keer als ik een beschouwing doe... om toch even stil te staan bij, bij dat sharen. Of reageren, want dat scheelt ook. Want als je reageert, dan kom je ook bij YouTube. Uh, nou, schuif je omhoog in de rating of zo. Want ik heb momenteel 58 abonnees. En daar ben ik hartstikke dankbaar voor. En ik maak zo goed als geen reclame. En het is ook helemaal niet een hot product of, of zoiets. En het is in het Nederlands, dus het heeft maar een hele kleine doelgroep. Vergeleken met Engels. Maar dan nog. Mag dat best wat meer worden. En zeker de laatste tijd vind ik dat de, de kwaliteit van mijn beschouwingen dat ook mag, dat ook verdient, dat ik het zou zeggen. Ik ben, ja, ik ben lerende met hoe ik dat beter doe, mooi rustig houden. Het is prima te luisteren, je wordt er niet opgewonden van je kan het zelfs luisteren voordat je gaat slapen. Er is een zo'n kijker en die vindt het wel grappig. Want, uh, uh, ik zet dat op als ik in bed lig en ik hoor nooit het einde, want dan ben ik al lang in slaap gevallen. Terwijl ik in de regel heel moeilijk in slaap val. Nou, vind ik ook een compliment. Nou zeg, slaapverwekkend hoor, dat hoeren van jou vind ik ook goed? Ja. Als mensen luisteren, dat vind ik genoeg. En dat mogen er wat meer zijn. Dat is vandaar deze reclame. Moet je even kijken hoe je kan scheren naar Twitter of naar Reddit of ja, zeg maar. Zelf heb ik ook een Reddit uh, ding. Maar ja, Reddit is heel internationale, maar daar moet je zelf maar kijken. Maar die vraag die dan kwam: hè, van kan je wat meer vertellen over de hel? Wil je daar eens op ingaan? En is er zoiets als een hel? Nou, het antwoord is: het is, het is niet zeker dat er geen hel is. Zit er zit er een risicootje in. Kijk, als je leeft alsof er geen hel is, of hemel, want dat hoort er allebei bij. Hè? Als je zo leeft, dan neem je een risico. Als je leeft ervan uitgaande dat er een hel of een hemel is. Dan heb je nog steeds een, ja, een mooi leven. Ik zou zeggen een beter leven. Dus bij leven doe je het dan gezelliger, leuker, heb je meer plezier. En aan het einde van de rit, ja, als het dan niet is, nou, heb je in ieder geval nog een leuk leven gehad. Waarvan ik dus vind dat een leven waarbij je ervan uitgaat dat er een hemel of een hel is. Dat dat leven kwalitatief meer voorstelt. Dat is even mijn waardeoordeel. Hè? Want als je leeft zonder een gevoel of besef van een hemel of een hel, wat heb je dan te vergaren in dit leven? Anders dan. Ja. Materialiteit, hè? met de spullen. Leuke dingen. Ik ken iemand, of ken, die heb ik een paar keer gesproken, internetkennis. En die is dan niet gelovig, en die gelooft wel in um, een ander met respect behandelen. En dat je een ander. Behandeld zoals je zelf behandeld wil worden. Nou, dat vind ik ook al heel wat hoor. Eigenlijk heb je het dan al ja, voor een groot deel, zit je dan wat mij betreft op de goede lijnen. Maar dan heb je nog niet het hele verhaal te pakken van de hemel en de hel. Die persoon die dan zegt tegen mij, zei van nou, ik, ik ben niet gelovig, dus en geloof ze niet in een hemel of een hel. Maar ik wil andere mensen behandelen zoals ik zelf behandel, wens te worden. Dus ik heb wel een gevoel voor moraal. Ja, dan is maar de vraag hoe het uitpakt voor haar als er een hemel of een hel blijkt te zijn. Je weet niet zeker uh, of er een hemel of een hel is, ja, tenzij je uitgaat van de Bijbel en je neemt de Bijbel als uitgangspunt en zegt ja, dan is het zo. Want het staat in de Bijbel. Of je neemt het Tibetaans dodenboek als uitgangspunt. Dat is ook een, een esoterisch uh, levensadviserend boek. En dan neem je ook aan dat er een uh, ja, zoiets is als een hemel of een hel. En dan neem je die boeken aan als uh, axioma, zo heet dat met een mooi woord. Dus verder niet te bewijzen uitgangspunt. En op basis daarvan weet je dan zeker dat er een hemel of een hel is. En voor de rest weet je het niet zeker. Ik vind het wel aannemelijk. Ik verwacht het wel. Dus ik ga ervan uit dat als ik kom te overlijden, dat ik mee zal maken. Dat mijn lichaam het niet meer doet, en dat ik dat bewust meemaak, en dat ik bewust meemaak dat mijn hersenen het niet meer doen. Daar ga ik van uit. ik vind dat een bepaalde logica hebben, maar ja, als ik dat zou willen bewijzen, dan zou ik, ja, dan, ja, ik kan het niet bewijzen dat ik gelijk heb. tegen de tijd dat het gaat gebeuren, ja, dan is mijn lichaam aan het sterven. En, ja, hoe moet ik dan nog een boodschap achterlaten van, nou, mijn lichaam doet het niet meer, maar met mij gaat alles goed. Maar hoe dan? Via welk medium, letterlijk dan? Hè? Want mijn lichaam is dan geen medium meer. He, dus ik beschouw mijn lichaam nu als een medium. Dus je hebt Perry, en Perry die, die heeft een wil. En die wil die is een onderdeel van die ene ondeelbare wil. En door mijn lichaam. Uh, manifesteert die wil zich. En als mijn lichaam weg is, dan, ja, dan. blijft daar nog steeds die wil. En Christus heeft ook gezegd, hè? Dat er zoiets is als het eeuwige leven. En ik denk dat. Uh, mijn overtuiging dus is dat dat daarop slaat. Dat Christus dat ook zo vond dat hij hij was die ene en ondeelbare wil. Hij was God, God gelijk. Daarom kon die kruisiging ook zo makkelijk door hem eventjes geregeld worden en dat hij helemaal niet zoiets had van oh jee oh jee wat erg wat erg, want wat was er nou aan de hand? Er gaat een lichaam. In dit geval het lichaam van hè, zijn eigen lichaam. Dat gaat er aan. Maar nou en? Oh, hij zag de gouden move. Dat kan je ook zeggen. Hij zag dat. Uh, hij heeft het gezegd. Het is noodzakelijk dat ik heen ga. Want als ik niet heen ga, dan kan ik de trooster niet sturen. Terwijl ik jullie beloofde dat als ik heen ga, dan zal ik de trooster sturen. Maar die trooster moet komen. Dat is jullie. Dat is de volgende fase. Van wat er aan de hand is. Want wij denken dat wij leven in een wereld. Uh, met een Europese Unie waar je last van hebt. En een Geert Welders die als ik hem af doet. Uh, die en die passant uh, buitenlandse groeperingen beledigt. Ja, uh, ah, helemaal kapot verschaamd eigenlijk als Nederlander. En, en een Thierry Baudet die uh, verhaaltjes de wereld inslingert over het vrouwelijke orgasme. Waarvan ik denk van jongen, je zit in de Tweede Kamer. En wil ik dan weten hoe jij denkt over het orgasme van de vrouwen? Ga er weer. Ik laat maar even een pauze vallen hoor. Maar dat is niet wat er aan de hand is. En wij denken dat dat aan de hand is. Maar dat is helemaal niet aan de hand. Dat is niet wat er gebeurt. Er gebeurt iets heel heel anders. Alleen dat wat zich aan het voltrekken is. Dat gaat ontzettend langzaam. Zodat wij denken dat er helemaal niks gebeurt. Dat is een kwestie van tijd, snap je? En wij zijn te haastig. Wij willen, wij willen snel resultaat. En dan was een keer iemand tegen mij van uh, ja, je hebt het maar over die software, dit en die software dat. Maar waar is die software nou? Ja, goede vraag. Ik ben er nog steeds mee bezig. En ben ik dan een luilak? Ben ik dan een sukkel? Heb ik mijn tijd verspild? Nee, helemaal niet. Door iets wat, ja, wat ik voor ogen heb, dat kost dus kennelijk, klaarblijkelijk, heel erg veel tijd. Ja, nou, zo beer. Is dat erg? Nee, waarom? En mensen zijn haastig van zichzelf en, en denken dat de ontwikkeling die ze bij hun leven zien, uh, dat dat de ontwikkeling is die gaande is, maar dat is niet zo. Ik sprak voor twee, drie weken terug iemand en die zei uh, dat mensen in Nederland die geloven in grote getalen dat wij op 5 mei 1945 bevrijd zijn van de Duitse bezetterd. En dat is niet waar, zei die man. Op 5 mei 1945 is de grote overdracht getekend en was de bezetting bezegeld. En dat klopt. Die man heeft gelijk. Ja, dus wij vieren Bevrijdingsdag, uh, maar dat slaat nergens op. Wij kunnen net zo goed bezettingsdag gaan vieren. Oh, Hitler wilde toch een uh, verenigde toestand, één groot rijk. Toch of niet? Het duizendjarige rijk. Het, uh, hoe noemde die dat? Het Derde Rijk ofzo? Of het Vierde Rijk? Dat wilde die toch? Nou, wat hebben we nu? Wat denk je wat Europa voorstelt? De provincie Zwolle die had de vergunningen afgegeven voor de bouw van een aantal windmolens. En toen heeft Europa op een fluitje geblazen en tegen de provincie Zwolle gezegd: van dat hele feest gaat niet door. Waarom niet? Nou, daarom niet. Het is dus gewoon even laten voelen wie er de baas is in Nederland. En dat zijn niet de Nederlanders. De nummerborden in Nederland. Die, dat is niet meer een Nederlands nummerbord. Dat is een Europees nummerbord. Is je dat niet opgevallen, joh? We hebben hier in Nederland een andere nummering. Ja, dat klopt. Maar er zit een Europese vlag op, of niet? En daar staat NL in. En in België reizen we met diezelfde vlag en daar staat een B in. Om aan te geven dat wij niet langer wonen in een land... ...te grootte van 200 bij 200 kilometer... ...maar dat we wonen in een heel groot land, in dat hele grote rijk... ...waar Adolf Hitler het over had... En zelfs dat, hè, wat er gaande is, is niet wat er gaande is. Wat er gaande is, is dat er zoiets gaande is, hè, zoals de overname van Nederland door ja, de, de machthebbers die achter Adolf Hitler zaten. Want Adolf Hitler is niet uit het niets omhoog gekomen, dat geloof je toch zelf niet? Adolf Hitler is geselecteerd, is uitgekozen. In de Eerste Wereldoorlog heeft hij een, een onderscheiding gekregen. En zo raakten ze geïnteresseerd in hem en hij kon goed spreken. En hij had een beetje dictie en, en vooral een goede lichaamshouding. Niet een levenshouding, dat zeg ik nu niet, maar een lichaamshouding. Daar hebben ze waarschijnlijk ook aan gewerkt hoor. Hij heeft een hele rechte rug. Had een hele rechte rug. Hij is geselecteerd. En zijn taak was het om Duitsland op de knieën te krijgen. En de rest van Europa ook en iedereen zou de bevrijder verwelkomen en niemand zou in de gaten hebben dat de bevrijder dat, dat dezelfde mensen waren die achter Adolf Hitler zaten en Winston Churchill en Jozef Stalin en Roosevelt uit Amerika. Eén groep en die werd de baas in Europa. Stapje voor stapje. Ja, dat is, er dus, dat is niet aan de hand. Ja, dat gebeurt wel, maar dat is niet wat er aan de hand is. En uh, wij hebben hier in Nederland helemaal niet in de gaten dat dat gebeurt. Maar dat besef neemt wel toe. Dat is ook niet wat er aan de hand is. En wat er aan de hand is, is dat er duidelijk gaat worden dat dat wat in de Bijbel staat. Dat daar hele merkwaardige dingen in staan. En dat wij ons te onderwerpen hebben aan de inhoud. van de woorden van de Bijbel. En de rest gaat dood. Of anders gezegd. De mensen die in Nederland sterven en gestorven zijn, ja, die zijn bij bosjes in de hel beland. En slechts weinigen in de hemel. En dat is niet zoals God dat wil... Want God is geen sadist. God is zachtmoedig. God houdt van ons. Het zijn wij die de boel. Uh... Het zijn wij die. die de overeenkomst tussen ons, de mensen, en God aan de andere kant. Zijn wij die die overeenkomst verbreken? En dat gaat op een dag stoppen. Er gaat een dag komen waarop wij tot besef komen dat wij dat helemaal niet hadden mogen doen. En er gaat een dag komen dat wij beseffen dat wij daarmee ophouden. Voor altijd. Kijk, dat wij niet weten dat wij op 5 mei 1945 niet bevrijd zijn, dat is een schande voor ons. En die schaamte die moet komen. En de trooster die is al bezig, by the way. Er is trooster. Heel veel mensen hebben troost gevonden bij de trooster. Vele. En die, dat zijn de enige mensen die tellen. En de rest, al die mensen met een grote mond. En die het allemaal beter weten. Ja, laat me zitten. Dit is mijn overtuiging. Want het liegen. daar mag iedereen het over eens zijn. of je nou bijbelgelovend bent of niet. Maar liegen. Dat helpt je niet. Dat moet je niet doen. En jezelf voor de gek houden. Dat er mensen zijn die dan zeggen: ja, maar Piri, zoals jij het voorstelt. Was Adolf Hitler was dus uh, helemaal niet uit het niets uh, van een corporaaltje uit de Eerste Wereldoorlog. Had zich helemaal niet vanuit het niets uh, eventjes omhoog gewerkt, wat iedereen gelooft. Maar hij was dus uitgekozen. En met een hele hoop geld is hij gesteund, uh, zeg jij dus eventjes. En, uh, en, en hebben ze ook uh, al die, die esoterische symbolen met het Hakenkruis, wat al lang bestond in India. Dan zeg jij dus even. Dat hebben ze allemaal uh, naar voren. Daar hebben ze Adolf Hitler al die dingen zo. Dat zeg jij dus even. Dus er zat een hele organisatie achter. Nou, uh, dat geloof ik niet hoor. Ik vind het veel aannemelijker dat Adolf Hitler. die had het Hakenkruis helemaal zelf verzonnen. En die had helemaal geen geld, maar die heeft geld weten te toveren. En uh, zo is het gekomen hoor. Het was Adolf Hitler de Tovenaar. En helemaal niet zoals jij zegt, Piggy. dat het gewoon een uh, hele grote club was. En die hebben dat allemaal in achterkamertjes geregeld. want zo zijn mensen niet. Nou, hoor je jezelf nadenken. Slap, Ja, okay. Mensen die met mij gestudeerd hebben in Wageningen, uh, ja, daar mag ik ervan uitgaan dat die een IQ hebben van 120 minimaal. En die sprak ik aan over die aanslagen van 11 september. En die zeiden tegen mij, oh, maar dat geloof ik niet. Want dat zou inhouden dat er een groep mensen is die uh, helemaal in het geheim opereren en ons niet eerlijk van tevoren vertellen wat ze bezig zijn, waar ze mee bezig zijn, en dat die uh, uh, niet geven om uh, 3000 doden. Nou, dat vind ik niet passen in mijn wereldbeeld. Want zo zijn mensen niet. Mensen doen niks in het geheim. En als er uh, doden dreigen te vallen, nou, dan doen ze het al helemaal niet. Maar als je dan tegen ze iemand zegt van ja, maar Mao Tse-tung die heeft er in de jaren 60 heeft hij iets van 6 miljoen van zijn eigen bevolking laten choppen? Dan zeg je ze, ja, maar Mao Tse-tung dat was in China. En die 6 miljoen doden, dat was een beetje een ongelukje, want Mao Tse-tung die bedoelde het heel goed hoor. Ja, jij Perry, jij zoekt ook overal wat achter. ja. Je gaat branden in de hel, jongen. Kijk, de leugen. De, de, de is. De leugen staat voor de dood. Die staat voor het verderf. Die staat voor jankende kinderen. Die staat voor. Uh, grootouders die verhongeren. Die, ja, zeg het maar. Er staat de leugen voor, niet voor het leven. En waar lopen wij achteraan? Ja, achter de leugen. En wordt het beter? Nou, ja, als jij het vindt dat het beter gaat dan vroeger, dan nou, dan zie ik graag een reactie van jouw kant tegemoet. Zeg maar waar het op baseert. Ik zie wel verbeteringen hoor. Ik sprak laatst een jonger iemand, een jaar of twintig... over die aanslagen van 11 september. En die zei, ja, ik weet dat het officiële verhaal... dat is van A tot en met Z bij elkaar gelogen. Ja, zei ik tegen hem. En vertel eens... Wie heeft het dan wel gedaan als Osama bin Laden dat niet gedaan heeft? Ja, dat wist hij ook niet. Nee, de mensen hebben nog een harde nood te kraken met het accepteren van hun eigen onwetendheid. En neemt die jongen die dan tegen me zegt, ja, dat weet ik ook niet. Ja, maar waarom weet die jongen dat niet? Hij heeft toch internet? Nou dan. jij ja, toch ook? Jij kan er toch ook achterkomen? Jij kan toch ook weten dat er in de Bijbel gesproken wordt over de komst van een antichrist. En je kan toch weten dat Maarten Luther in. was het? 1500. huppeltje. Pup, 17. Dat hij de organisatie waar hij zijn leven voor gewerkt had. de katholieke kerk. dat hij afscheid nam van die organisatie. En dat hij zei. die organisatie dat is de Antichrist. 1517. Zo. Een half millennium geleden. Vijfhonderd jaar geleden. Ja, wie is er hier traag van begrip? Ja, ik laat maar een pauze vallen. En iedereen die traag is van begrip. die er zo achter de feiten aanhobbelt als een slome duikelaar. Ja, die gaat naar de hel, man. Ik ga er namelijk vanuit dat als jouw lichaam. ermee ophoudt. dat jij nog waarneemt. en dat je dan het. Zal zien wat er aan de hand was. Wat er aan de hand is. En jij zal zien dat toen jij nog wat aan kon doen. dat je er niks aan hebt gedaan. Maar ik kwam erachter. dat het seksueel kindermisbruik in Nederland. dat is vele malen erger. en groter. en uh, dingenser dan gedacht. Dan ik. Dacht. En ik was op een dag weer eens verder gekomen in mijn onderzoek. En ik zei tegen mijn dochter wat ik die week ontdekt had. Het was na de scheiding en ze was weer eens bij mij. En toen zei ik: je zou dat tuigen ook. Hè? Of woorden van gelijke strekking. Wat is dat dan voor tuig, man? En mijn dochter, die haalde zo de schouders op en die zei van, nou, als jij je daar zo druk over maakt, doe er dan wat aan. En dan laat gaan we eten. Waarop ik dacht van, ja meisje, meisje, je kan er wel zootje over denken. Maar het is niet de attitude die ik graag zie. En want het feit dat ik uh, ja, kennis heb genomen van die beerput, dat betekent niet dat ik ook degene ben die het probleem op moet lossen. Snap je? Ik weet nog dat ik een keer bij mijn moeder was en haar man. En ik spreek met die mensen niet meer serieus. Daar ben ik mee gestopt. Hè? Dus ik bel mijn moeder nog wel eens of zo. En dan. Uh... Ze belt mij nooit. Ik vind het best. En als ik dan. Uh, ja, bij haar in de buurt ben of wat dan ook. Dan. Dan zwijg ik. Tenzij me wat gevraagd wordt, en in de zin van: wil je nog wat drinken? En dan zeg ik nou een kopje thee of zo. Ik begin niet meer over onderwerpen. Maar toen ik dat nog wel deed, en dat ik uh, vervuld was, en ook. Uh, ...zwaar te moeder was over dingen als het seksuele kindermisbruik in Nederland. En dan moest ik een aantal dagen, weken, weken bij mijn moeder zitten in die tijd. Had daar niks mee te maken, hoor. Er was een verbouwing hier in mijn woning, een renovatie. Dus ik werd eruit getrimmerd. En zat ik bij mijn moeder... En toen, toen werd er tegen me gezegd van nou, uh, uh, hou nou maar je mond. En dan uh, morgen bij de lunch, dan, uh, dan mag jij je verhaal doen. Hè? Dan mag je je een keertje helemaal uitspreken en zeg nou maar eens wat er aan de hand is. En, uh. Maar nu even niet hoor. Nou, toen bij die lunch, toen zei ik van nou, ik voel mij... Alsof ik aanwezig ben op een heel groot feest. En het is allemaal gezellig. En iedereen aan het drinken. En lekker aan het kletsen. En de vrouwen die lachen. Ha 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 ha, ha. En de mannen die lachen. Ha, ha 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 ha. En het is ha 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 ha. ha. En ha, ha 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 En de kinderen spelen met ballonnetjes. En er is een hond en die blaft. En het is allemaal leuk. Eh? En ik wilde even naar buiten kijken. En ik ben aan het raam gelopen. En toen zag ik dat. Uh, ...meerdere gordijnen in de fik staan. En toen ben ik teruggelopen het gezelschap in... ...en toen heb ik gezegd, de gordijnen staan in de brand. En dan zeggen de mensen tegen mij op dat feest... ...van nou zeg, het is een feest. En dat moet wel een beetje gezellig blijven. En daar hoort niet bij dat iemand tijdens een feest... ...rare dingen gaat zeggen over gordijnen die in de brand staan. Wil je ophouden, ja? Want we zijn aan het feest vieren... En ik zei dus, zo voel ik mij. En toen werd de man van mijn moeder, die werd kwaad, jongen, en die zei, zo laat ik mij niet toespreken. Dit neem je terug. Waarop ik hem droogjes aankeek en dacht, ik zwijg wel. Ja, toch? Ik heb mijn moeder heb ik laatst uh, gebeld. Het was ergens dit jaar. Het was denk ik de laatste keer dat ik mijn moeder serieus heb benaderd. En een aantal dingen tegen haar verteld. Dingen die ik niet eerder tegen haar had verteld en ze was het ging niet eens over de politiek of de Nederlandse samenleving, nee, het ging over dingen tussen haar en mij en tussen haar en mijn zus, haar jongste kind en nog wat andere dingen. gewoon in de familie gewonen. en tegen mijn moeder gezegd van kijk, je hebt je waarschijnlijk wel eens afgevraagd uh, hoe komt het dat Perry zus en zo heeft gedaan. nou, de reden daarvoor was en dan kwam ik dus met voorbeelden. van dat is er gebeurd en dat weet jij niet, maar dat is er gebeurd. En het enige wat mijn moeder deed en dat is dat gesprek, dat was mijn woorden in twijfel trekken. Van, ah, dat meen je niet, en uh, heb je dat wel goed gezien, en uh, jij ook altijd. Ook dat ik tegen mijn moeder zei van, trouwens, en toen en toen heb jij dat en dat gezegd. En dat mijn moeder zei, nee, dat heb ik niet gezegd. Of, daar weet, nee, ze weet ik niks meer van dat ik dat gezegd heb. Uh, dus, uh, ja, ander onderwerp. Maar zo zijn we niet getrouwd. Dat is geen manier om met elkaar om te gaan. Als je iets hebt gezegd, heb je dat gezegd. En mijn moeder had natuurlijk goed in de gaten. dat ik dus toen ik, dat was dit jaar, dat ik tegen haar zei: van toen en toen heb je dat en dat gezegd. Omdat mijn moeder dan denkt: Oh, heb je dat gezegd? Oh, ja, laat ik maar doen alsof ik het niet meer weet. En dan uh, is het mijn woord tegen uh, dat van hem. Want dan kan ik altijd zeggen: van, Nou, ik weet er niks van. En Perry zegt van wel. Nou ja, wie geloof je dan? En ik denk dat als het lichaam van mijn moeder ermee ophoudt. dat mijn moeder er nog is. en dat ze dan bij het volle verstand. <laughs> Ja, volle verstand, bij haar volle bewustzijn. Ziet wat haar leven heeft opgebracht. En dat ze mee is gelopen in het leger van de leugenaars. En dat ze haar eigen kind, haar oudste zoon, haar oudste kind, haar zoon... Die heeft ze uitgemaakt voor een randdebiel. Terwijl die het had over de waarheid. Ik heb hier een boekje in huis. En dat is geschreven door. Ik kan opstaan om het te pakken. Ik dacht dat. Olkot of zo. Of Letbieter. In elk geval door een theosoof. Iemand van de beweging van Helena Petrovna Blavatsky. Die Russische aristocratische vrouw. En die zegt... Het, het boekje heet uh, Occulte Verhalen. Die heb ik gekocht toen ik bij een lezing was van de theosofen. Ze hadden daar in die dagen een, een, een leestafel, een boekentafel. En dan kon je tijdschriften kopen en, uh, en boekjes. Ik heb ook uh, de geheime leer van Helena Petrovna Blavatsky, die heb ik in huis. Oh, ik zie het hier staan. Oh nee, het is. Uh, ik kan het bijna lezen. W. Q. En dan Judge. ...occulte verhalen. Maar het zijn er twee. Oh ja, de eerste is Helena Petrovna Blavatsky... ...en... ...WK Judge. Nou, dat zijn twee topguys... Uh, ...van de theosofie. En in een van die verhalen... ...wordt het relaas beschreven... ...van een bevelhebber... ...een soort koning of zo... En die heeft heel slecht geregeerd. En nou, bijna doelbewust hele foute beslissingen genomen. En in dat verhaal gaat die, die leider, die heerser, uh, die sterft. En zijn aanwezigheid is dat hij alsmaar, dus tot in een eeuwigheid, diezelfde foute beslissingen uh, blijft maken in zijn droom. Dus hij ziet zichzelf tot in een eeuwigheid als degene die die foute beslissingen nam. Dat is de hel. Als je daar belandt, dat is de hel. Want zo is het, hè. Als jij in jouw leven... Uh, je hebt uh, dingen gedaan en uh, ja, die waren uh, neutraal. Je hebt elke dag heb je gedoucht en je tanden gepoetst. en Je bent onder uh, ja, het toilet geweest, je hebt gegeten. Je hebt de bus een keer gemist en... Uh, Maar het gaat om die dingen die je echt toe doen. Nou, je hebt misschien een aantal dingen gedaan waarvan je omgeving dacht van wauw, nou, dat, uh, dat siert je, dat is wel fijn en de mensen waren blij met je. En, en je hebt dingen gedaan waar mensen niet zo blij mee waren. En dan tellen we dat allemaal op. En wat is dan de uitkomst? Eén ding is duidelijk, die uitkomst. die kan dan niet meer. beïnvloed worden. En je kan niet. dingen die je bij leven hebt verprutst. bij dood goedmaken. Dat kan niet. Ronald Jan Heijn. heeft een. dvd op de markt gebracht. En die heet. Staya-Eruza. Die gaat ook in op het, een soort van hel. En hij zegt dat er dus mensen zijn die wanneer hun lichaam overleden is, dat ze als aanwezigheid geen afscheid kunnen nemen van deze aarde, terwijl ze hier niet meer horen. En dat is ellendig. Die mensen die, die leven in een hel. Dat gaat niet veranderen. Zij ervaren dus wel. Ze zien de bus stoppen, ze zien mensen instappen en met een OV-chipkaart bliep, bliep doen. En ze kunnen ook die bus ingaan, maar ze kunnen niet meer bliep, bliep doen. En, ja, ze kunnen meereizen, maar niemand ziet dat zij uh, illegaal reizen zonder overchipkaart. Dus ze worden niet eens de bus uitgezet. Ze zijn helemaal niks meer. Ze hebben geen deel meer aan de wereld. En waarom blijven die mensen dan hangen in die wereld, waar ze niet meer horen? Dat zijn dus het idee van Ronald Jan Heijn. Dat staat niet in de Bijbel, maar... Maar er geldt zoiets als klopgeesten en zo. Demonische entiteiten. John MacArthur, een Amerikaanse prediker, die zei dat een zondaar bij leven. die is niet zo zondig als dat hij is bij dood. Want bij leven wordt een zondaar nog door de wetgeving of door de familie of whatever, wordt hij enigszins in toom gehouden. Maar komt zo iemand overlijden, gaat zijn lichaam eraan. Ja, die zondige aanwezigheid, die blijft. Maar die gaat dan helemaal wild. En dan worden demonen. Ja, er zijn beschouwingen vanuit heel veel uh, levensovertuigingen. over de hemel en de hel. Nappie. En jij mag uh, kiezen. En ik zeg je dat als je ervan uitgaat dat een hemel of een hel. Uh, het echt niet, uh, dat het niet zal zijn. Je neemt een risico, want je weet dat niet zeker. En als jij je vergist hebt, dan ben je de bok. En als je er wel van uitgaat dat er zoiets is als een hemel en een hel, en dat jij zorgvuldig omspringt met je leven. Nou, daar is punt 1 niks mis mee. Je dient je wel te houden aan de tien geboden van Mozes. Maar wat is daar dan nou weer het probleem mee? Eer uw vader en uw moeder. En begeer niet dat wat van je naaste is. En uh, pleeg geen overspel. Wat zat er nog meer? Oh ja, geen valse getuigenissen afleggen. Uh, niet doden. Nou, er zijn nog wat meer dingen, daar moet je je aan houden. En... Maar dat zijn alleen maar hele goede ideeën, snap je? En begrijp wat er in die Bijbel staat. Door minimaal is de Bijbel een cultureel erfgoed wat zijn gelijken niet kent. Als je alleen al kijkt naar het aantal Bijbels wat dagelijks op deze wereld wordt verkocht. Dat overstijgt alle, alle andere boeken met een factor 100. Of zo. En dan heb ik het over de vergelijking van. Uh, wat er in het afgelopen jaar verkocht is. qua boeken. Uh, van, nou, de Bijbel staat dus als eerste. En dan de eerstvolgende is dan de bestseller van dat jaar. En ieder jaar wint de Bijbel het. Terwijl het een hartstikke oud boek is. Ieder jaar wint de Bijbel het. Elk jaar. Met een factor 10, 20, 30, 40. Dus als je de Bijbel neemt dan van de afgelopen tien jaar... van waar zijn er de meeste boeken van verkocht... dan is er nummer twee op de lijst. Dat zijn de, de verzamelde werken van J.K. Rowling. Weet je, die, die serie van Harry Potter. Dat is dan nummer twee. Dat is maar 10% van het aantal bijbels. Of nog minder. 1%. Dat moet je toch iets zeggen. Of niet? Dan moet je toch iets gaan dagen op dat moment. Van goh, zijn al die mensen nou gek? Of ben ik het? Ja, leef je leven alsof er een hemel en een hel is. Want we hebben nu gekeken naar die helsfactoren, want als jij je leven hebt vernacheld, je hebt gelogen, je hebt ontkend dat je gelogen hebt en ga ze maar door. Ik heb ook wel eens gelogen, maar dat heb ik wel tot een zekere hoogte, mag je weten wanneer ik gelogen heb en zo erg was het nou ook weer niet hoor. Maar echt gelogen om zware dingen heb ik niet. Nee, natuurlijk niet. Ik zou niet durven, man. Maar kijk eens aan de goede kant: hè? leef je leven op een morele manier. Zie de diepgang van het leven. Zie de, ja, hoe wij mensen helemaal overgeleverd zijn aan de meest ja. demonische krachten. En hoe wij geen verweer hebben, omdat wij ons niet houden aan de regels van de Bijbel. En hoe we, er, hoe we afgeslacht worden. Het medelijden met je medemens. Ga zo leven. Geef invulling. Snap je? En ga dan dood, want dan ga je toch. Maar dan ga je dood met een plus. Het is toch beter om te sterven en, dan, uh, en dan, is je, dan ben je er dus bij dat je lichaam het opgeeft. Dus uh, je kan uh, niks meer verbeteren en dat je dan alleen maar denkt, oh, maar dan kan ik ook niks meer verprutsen. Huh? Dat kan je ook niet meer. Ik het mooi zo, ik kan niets meer verprutsen. Hè hè, poepoe, nou, nou. En dan ben je opgelucht. En dan begint jouw eeuwigheid met een opgelucht gevoel. Snap je? Nou, als ik een potje schaak speel, de, de, zeker als ik tegen goede mensen speel, nou, nou je kan fouten maken, weet je. Weet je wel, weet je niet, man. En als zo'n potje afgelopen is en ik heb gewonnen, dan denk ik poe." He, ik kan geen fouten meer maken. Ik heb wel meegemaakt, hoor. Dat, ja, ik stond in principe... Ik had gewonnen. He, ik had er zijn nog twee koningen, natuurlijk. Stonden er op het bord. En één pion. En die pion was voor mij. Ja, dan heb ik gewonnen. Tenzij ik het verkloot. Of verkut, of... He. Het, beste, het is niet eens makkelijk hoor, om, dan, om dat uit te spelen tot een winst. Daar moet je echt even over nadenken. En dan ben je hartstikke blij als je dan gewonnen hebt. Want één fout en ja, die ander weet er een, uh, weet dat, een, een pad uit te halen. Een pad is gelijk spel. Terwijl je op winst stond. En een pad uit ja, zo'n zo pion voorsprong. Ja, eigenlijk heb je dan verloren. Want dan krijgt die ander nog een halve punt. En heb jij je pion tot koningin weten te maken? Ja, dan kan je dus geen in meer maken. Ja, dan kun je nog steeds een fout maken natuurlijk. Maar je moet hem nog even mat zetten. Maar ja, de meeste mensen kunnen dat wel. Dus het, uh, ja, een, een koning en een koningin tegen een koning, ja, dat is gewonnen. Sapie? Ja. Maar zo is het met jouw leven ook. Hè? Er is zo'n zo uitspraak ergens uit, de verlichtingsperiode. En die heet uh, Carpe Diem, dat betekent pluk de dag. En Momento Morti, gedenk te sterven. Ik weet niet precies wat daar het levensmotto achter was, wat die mensen daar nou eigenlijk mee bedoelden. Maar ik kan je wel vertellen dat het belangrijk is om elke dag zo, zo vol op mogelijk te leven, met in je achterhoofd dat er een moment komt waarop het afgelopen is. En dan wil jij met een tevreden gevoel, met een opgelucht gevoel, afscheid kunnen nemen van je lichaam en denk van nou ja het is misschien niet het allerbeste leven wat ik heb geleid maar het is toch wel uh, voldoende snap je en dat halen van die voldoende dat heeft te maken met je moraliteit de moraliteit zoals die in de Bijbel wordt beschreven want de Bijbel is de volksmoraal Het is de enige die we hebben. Voor de rest is er niks. Je hebt de Dhammapada van Boeddha, dat is een boekje van 150 pagina's. De Tao Te Ching van Lao Tse, dat is ook een boekje van 150 pagina's. Zeg verder niet zoveel, hoor. Dan heb je de verzamelde werken van Confucius, maar dat is alleen maar moraalfilosofie. Dat is een maatschappijinrichting. Dat is wel leuk. De Chinezen hebben daar 500 jaar lang uh, was alles Confucianistisch. En dat betekende dat de maatschappij was ingericht zoals Confucius dat goed vond. Nou, dat was heel fijn. Dat was een hele uh, ja, fijne periode voor die Chinezen. Maar voor de rest, geen volksmoraal. Snap je? Nou, ik hoop dat ik dit, uh, naar aanleiding van die vraag van die kijkeraar, dat ik dit mooi heb ingevuld met die hemel en die hel en wat erbij hoort. En, en ik ben er nog niet helemaal over klaar. Ik ben nog aan het leren. En ik ga nog wat meer uh, van die predikers uh, beluisteren op internet met verhalen over de hel en wat Christus erover heeft gezegd. Want Christus heeft heel veel gesproken over de hel, merkwaardig veel in het Oude Testament zat er ook veel. In het boek van Job zat er ook een stuk over de hel. En dat weet ik nog niet allemaal. En ik kan me voorstellen dat tegen die tijd dat ik die dingen wel weet, dat ik nog een keer een uitzending hou over de hemel en de hel en wat erbij hoort. Ja? En dan zeg ik nu tegen jullie, op zijn hamburgers, tjus! En dag lieverds.